Een teken van gevaar. Isabel, haar moeder en madame Rousseau werden bevrijd door de notaris, ook wel meneer Duval. Niet veel later vluchten ze naar het veilige Zwitserland. Joseph werd ook wel Jean genoemd, dat was zijn veilige nieuwe naam. Hij ging onderduiken bij tante Gabby. Patrick kreeg eindelijk de brief waarop hij wachtte.